Als voorbeeld van een middelpuntzoekende kracht kijken we naar een motorrijder die door een bocht rijdt. Er werken in ieder geval twee krachten op de motor, de zwaartekracht naar beneden en de middelpuntzoekende kracht, geleverd door de wrijvingskracht, naar links toe. We draaien de motor even een stukje en nu wijst de middelpuntzoekende kracht ook echt netjes naar links. We zien in het volgende schema dat als de motor van A naar B wil rijden, dat de middelpuntzoekende kracht continu naar het midden van de cirkel wijst. Als de wrijvingskracht niet groot genoeg is, dan zal de motor de bocht uitglijden en dan komt hij vanaf A bij C terecht. In ons voorbeeld neemt de motor netjes de bocht, dikke duim omhoog, want we kunnen hier zien dat de motor de grond een kus geeft.